Goedenavond bij de Keukenrevolutie. Welkom. Vandaag heb ik het over emotioneel ongeschikte politici, over de drugsmafia op het Schoonverdiep in Antwerpen en over de privatisering van de Antwerpse politie. Welkom in de Keukenrevolutie. Long time no see, want ik ben op verlof geweest, een goede verlof gehad, net voor een drukke campagne. Want zoals jullie wel weten, is de start gegeven van de gemeenteraadsverkiezingscampagne. En die start is nogal hevig geweest, zeker in Antwerpen, en er zitten heel wat debatten aan te komen. En dus ook voor mij gaat dat wat aanpassen zijn, want die verkiezingen komen ook bij mij thuis binnen. Maar omdat die actualiteit nogal gemeenteraads gekleurd gaat zijn en ook Antwerps gekleurd gaat zijn, ga ik er hier in de Keukenrevolutie ook over praten. Zodanig dat iedereen een beetje die campagnezaken kan volgen. Dus gisteren was eigenlijk ongeveer heel Vlaanderen bezig met veilig naar school gaan, met gezonde licht rond de scholen. En de burgemeester van Antwerpen vond op een of andere manier, ja, maar daar mag het niet op gaan op de eerste schooldag. Want daar scoort de stad namelijk niet goed in. Hè? Dus niet over fietsveiligheid scoort de stad niet goed, maar ook niet voor propere lucht. En dus vond Bart De Wever, ik moet op die eerste schooldag het thema van de verkiezingen veranderen en ik moet over iets anders praten, over drugs bijvoorbeeld. En dus zei gisteren Bart De Wever op de radio en in de gazetten, 1 op 6 gemeenteraadsleden in Antwerpen zou maar 1 klik verwijderd zijn van de maffia. Man. Wat is er dus eigenlijk aan de hand in heel dat drugverhaal? Dan moeten we toch even terug in de tijd, 6 jaar geleden. Namelijk 6 jaar terug in de tijd. Toen werd Bart De Wever pas burgemeester van deze stad, van Antwerpen. En toen kondigde hij een heel grote war on drugs aan. We zijn dus nu 6 jaar later. En we moeten vaststellen, samen met heel wat specialisten, dat die war on drugs compleet gefaald is. Want 1, er is nu net meer druggeweld in de stad. 2, de grote drugbaronnen in Antwerpen zijn machtiger dan ooit. Machtiger dan 6 jaar geleden. En 3, ondertussen blijkt dat Antwerpen de cocaïnehoofdstad van Europa is geworden. En hoe weten ze dat? Dat meten ze door het afvalwater te bestuderen. Dus nergens in Europa zitten er zoveel cocaïnebestanddelen in het afvalwater dan in Antwerpen. En dus in Antwerpen zwemmen zelfs de vissen er stoned bij. Dat betekent dus dat de war on drugs compleet heeft gefaald. Mensen als Tom de Korte, specialisten, professoren zeggen dat al veel langer. En wat doet De Wever tegenover dat complete falen? Hij zegt, de aanval is de beste verdediging. En dus probeert hij dat internationale druggebruik, dat toenemende geweld en het cocaïne hoofdstad zijnde, op rekening te schuiven van 1 bepaalde straat. De Turnhoutse baan. En van 1 bepaalde bevolkingsgroep, Inborgerhout. En dat is altijd een beetje de joker, de favoriete joker van de burgemeester. Als hij zelf in de problemen zit, dan trekt hij de joker en zegt hij, het is de schuld van Borgerhout. Maar die drugs zijn niet binnengekomen via Borgerhout. Die zijn binnengekomen via de haven. En wat blijkt? In die haven is er nauwelijks controle. En waarom niet? Omdat Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, collega en vriend van Bart De Wever bij de N-VA, bespaart op het aantal douaniers. En dus zijn er bijna geen controles in dat havengebied. En ik lees even voor uit een brief die ik kreeg van Karin gisteren. Ik ken Karin al langer. Zij werkt bij de douane en zij is vakbondsafgevaardigde, zo ken ik haar. En ik citeer haar in haar brief. En ze zegt, sinds 32 jaar ben ik douanier in de Antwerpse haven. En ben ik daar ook vakbondsafgevaardigde voor de ACOD. En om de haven te bewaken, zegt Karin, door patrouilles 7 op 7 en 24 op 24, zijn er binnenkort wel geteld nog 22 mensen. En zegt Karin, u leest dat goed, u leest dat goed, 22 mensen. Om een 3-ploegenstelsel op te vullen, 7 op 7, feestdagen inclusief. Dus 22 mensen voor dat gigantisch gebied van de Antwerpse haven. En dat betekent dat er amper controles zijn. Dat betekent in de feite, zegt Karin, dat slechts 0,5% van de containers in de Antwerpse haven kan en mag gecontroleerd worden. Voilà.
Slechts 0,5% van de containers in Antwerpen wordt gecontroleerd. Heel weinig mensen weten dat. En dat is het gevolg van de besparingspolitiek van Jan Jambon, van de federale regering, van de partij van Bart De Wever zelf. En dat falend armoedebeleid, dat falend veiligheidsbeleid, dat falend mobiliteitsbeleid dat we nu krijgen, dat is volgens nog iemand anders, met name de lijsttrekker van Open VLD, allemaal het gevolg, niet van inhoudelijke keuzes, maar van, en ik citeer hem, Flip de Bakker, een emotionele ongeschiktheid van de burgemeester. De reden is niet inhoudelijk, de reden is emotioneel ongeschiktheid. Man, 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 niveau in deze campagne. En Flip de Bakker, lijsttrekker van de Open Liberalen, weet natuurlijk wel waarom hij zoiets zegt, want de Open VLD in Antwerpen moet, en ik ben serieus, vechten om hier in Antwerpen de kiesdrempel te halen. En dus slaat de Bakker wild om zich heen in een zoektocht naar aandacht. Natuurlijk, Flip de Bakker zou beter een inhoudelijke kritiek maken op het beleid van deze stad over wonen, over armoede, over mobiliteit, maar dat doet hij niet. En waarom doet hij dat niet? Omdat Flip de Bakker en de Open VLD met name hier in Antwerpen 6 jaar lang samen met de N-VA de stad hebben bestuurd. En dus omdat zijn partij, de Open VLD, de burgemeester, die men zelf emotioneel ongeschikt noemt, aan de macht hebben gebracht. 6 jaar lang. En dat is nog niet alles. De Bakker zegt zelf dat hij de komende 6 jaar ook nog eens met de Open VLD, met de N-VA hier in Antwerpen wil besturen. Dat is als ze de kiesdrempel halen. En dat ze dus voor de komende 6 jaar ook nog eens een emotioneel ongeschikte burgemeester, zijn term, aan de macht wil brengen. Allee, kom aan. Dat kan toch echt niemand meer serieus nemen. En dus deze campagne, je voelt het, je ziet het, je hoort het hier in Antwerpen. Gaat onder de gordel, gaat niet over inhoud, gaat over drugs op stad thuis, drugsmafia, schuld aan Borgerhout, emotioneel ongeschikt of niet. En al dat soort krachttermen, al dat soort woorden worden gebruikt om het niet te hebben over de visie op de stad. Welke visie willen wij nu voor Antwerpen, voor elke stad in Vlaanderen, voor elke gemeente in Vlaanderen? Wij hebben geen visie nodig die op een ouderwetse manier aan loondumping doet, die politiemensen beconcurreert met uitbesteden taken, die geen respect heeft voor de kinderverzorgers, de vuilnisophouders, de groenonderhouders, de wijkagenten. Wij hebben geen visie nodig. Die stampt naar onder, die stampt naar wie dat moeilijk heeft, die stampt naar een bepaalde wijken, die wijken tegen elkaar opzet. Wij hebben een verbindende visie nodig, een positieve visie, een visie die over de werkelijke problemen durven spreken. Mobiliteit, over armoede, over wonen, betaalbaar wonen. Wij hebben een stad op mensenmaat nodig. En dat zal dus zonder Bart De Wever zijn en ook zonder Philippe De Bakker zijn. Voilà. Tot zover mijn eerste bedenkingen bij deze vroege verkiezingscampagne. Met een Antwerpse bril, met een actuele bril. Dikke merci om te kijken. En vergeet natuurlijk nog altijd niet om te duimen en te delen deze video. Volgende week ben ik er terug. Eigenlijk ben ik er helemaal niet terug hier in mijn keuken, want ik sta mijn keuken voor 1 week af aan Jos Dazen. Volgende week zit ik namelijk in mijn eerste verkiezingsdebat en ik wil dat heel goed doen. En ik kan moeilijk tegelijkertijd in een verkiezingsdebat van de morgen zitten en tegelijkertijd in deze keuken. En dus heb ik aan Jos Dazen gevraagd om mij te vervangen in mijn keuken. Jos Dazen is jong geweld van de PvdA, woont in Borgerhout, is bioloog, is klimaatactivist. En is vooral ongelooflijk rad van tong en ook nog eens sympathiek, echt waar. En Jos heeft mij beloofd mij te helpen met de keukenrevolutie tijdens deze kiescampagne. En heeft mij ook beloofd om volgende week hier naar deze keuken een super interessante gasten mee te brengen. Maar, zei Jos, ik ga nog niet verklappen wie dat is. Ik ga het eerst daags bekendmaken. Dus volgende week zit hier in de keukenrevolutie Jos Dazen met een interessante gasten. En de week daarna ben ik er terug voor mijn eigen cake op de week. Dus dikke merci iedereen. Een goede dinsdagavond nog allemaal en een goede campagne voor iedereen die betrokken is.